Kom in de vlog van deze week. En deze week wil ik het eens hebben over dingen die mij ergeren. Wat ergert er jou eigenlijk? Laat dat misschien een keer achter in de comments. Maar een van de dingen die mij ergeren is dat wij nog heel vaak denken in functie van de auto. Ik ga een keer een aantal voorbeelden geven. Ik wandel nu van bij ons thuis naar de school van de kinderen. En dan ga ik eens laten zien wat er hier allemaal anders kan. Een van de eerste dingen is dit hier al. Ik stond hier op een druk kruispunt. Een kruispunt op een van de invalswegen van Roeselare. En wat valt erop? Dat het hier geen vierkantsgroen is. Dus je kan hier heel lang wachten om als voetganger of fietser te kunnen oversteken. Het zou interessanter zijn om op een knop te duwen, even te wachten en dan om via alle kanten de weg over te steken. Dat is nog maar het eerste. Hier een beetje verder hebben we nog een probleem. Ik laat het even zien. Zo, je kan het misschien niet goed zien, maar hier achter mij loopt het voetpad, of het fietspad eigenlijk, over in een fietssuggestiestrook, maar er is hier ook op hetzelfde moment een wegversmalling. Of de as van de weg die verschuift een beetje. Dit is echt heel gevaarlijk als je hier fietst. Vooral in de herfst- en wintermaanden. Het is hier al heel donker, is hier niet zoveel verlichting. En de wagens die komen echt op een paar centimeter langs jou voorbij gereden. Zo, dit is hier nog zo'n hekelpunt. Terug een wegversmalling. En een soort verkeersremmer in het midden. Terug levensgevaarlijk. Kijk eens hoe smal de weg hier wordt. Heel gevaarlijk met de fiets om hier te passeren. Vrachtwagens die wachten wel, want die kunnen niet passeren. Maar heel wat auto's die wachten niet. Die rijden gewoon door op de fietssuggestiestrook. Eigenlijk ook geen fietspad, het is een suggestiestrook. Maar het geeft aan dat men hier denkt in functie van de wagen. Zeker niet in functie van de fiets of in functie van de voetganger. Wat mij betreft aan het meest heikele punt van deze weg. De weg, ja, er is hier een fietspad, er is hier een voetpad, maar het fietspad loopt door. Dus je denkt met de fiets, ik moet doorrijden. Ik kan er op de straat oversteken. En vroeger was er daar een beetje verder nog een fietspad, een fietsoversteekplaats. Deze is weggehaald. Die bleek hier onreglementair te zijn. De fietsers hebben hier geen voorrang om over te steken, wat op zich wel goed is. Je kan niet zomaar met de fiets een drukke weg oversteken. Maar nu is het wel heel vreemd, je moet daar stoppen op ongeveer, je hebt 1 vierkante meter om te stoppen met de fiets. Als je hier met 2 fietsers aankomt, dan sta je eigenlijk al op de rijweg en hinder je de auto's. Want er is hier, achter mij kan je het zien, maar een heel smalle doorgang voor de auto's. Dan. Heel vreemd ook, er staat hier dan een opzichter, als het school is om de kinderen te laten oversteken, maar die staat eigenlijk daar op de fietsstrook die niet reglementair is. Dus allemaal heel vreemd. Wij laten de kinderen eigenlijk hier oversteken aan het zebrapad achter mij. Dat lijkt me de veiligste plaats, maar in principe moet je dan ook afstappen en de voet oversteken. Dus heel verwarrend allemaal. En ik hoop dat hier binnenkort wel wat verandering in komt. Denken ze bij jou ook vaak in functie van de auto of heb je ook een aantal voorbeelden? Laat het zeker weten. Het is interessant om dat te delen. En als het goed is, moeten we het ook zeggen natuurlijk. Vanaf hier start een mooi afgescheiden fietspad. Recht naar de school waar de kinderen zitten. Dus dat is wel dik in orde en veilig.
wel soms opletten geblazen is, de Sol ligt langs een relatief drukke weg, een doorgangsweg tussen twee dorpen, van Oekene naar Sint-Loos-Winkel. Wat vroeger helemaal niet druk is, is nu met de tijd ook wel een drukke weg geworden. Dus het is altijd wel een beetje opletten. Maar kritiek geven is makkelijk. Wat kan er volgens mij beter? Wel, men zou kunnen een soort fietsambtenaar aanstellen die gewoon een keer het traject doet van, zeg maar, van drukke plaatsen of waar wijken waar kinderen wonen die met de fiets gaan of waar mensen wonen die met de fiets gaan naar scholen, naar bedrijven, naar het stadscentrum. De persoon dat direct die zelf met de fiets doet, die zelf door de stad trekt, en dan zou die wel ondervinden dat het hier en daar een stuk beter kan. Van achter een bootje, achter een tekentafel is dat niet altijd duidelijk. Dat is mijn raad. Maak werk van een fietsambtenaar, een stapper, die trajecten eens zelf doet en die aan de lijve ondervindt waar het allemaal beter kan.